En die was maar dood. Oh, kan ik doen mee? Nee. Oh! Oh my god! Oh, hallo. Hallo, hier is Kingo met een nieuwe Overwatch video, jongens. We zijn weer terug bij Overwatch. En vandaag zijn wij op de PTR. En we zijn hier met Widow. Dag, jouw Widowmaker. En de reden waarom we nu bij Widow zijn is omdat deze plek op de achtergrond, wat jullie hier kunnen zien, dat is een gloednieuwe map, jongens. Dat is een gloednieuwe map. En dat is het huis, het mansion van Widowmaker. En die map is gemaakt voor een speciaal gloednieuwe mode zelfs. Voor Deathmatch. Oh ja, er is eigenlijk Deathmatch in Overwatch, dat was er nooit. En de devs hadden ook gezegd dat het nooit zou gaan komen. Maar ze hebben zich bedacht. En nu is het er wel. Dus dat is super vet. Dus wat Deathmatch is gewoon, je hebt twee verschillende modes. Dus als we even kijken bij Arcade. Dan hebben we deze dingen. Dus de Chateau, nog iets. Ik weet niet precies wat de naam is van deze map. Het is in ieder geval in Frankrijk. Dus dat is in ieder geval super vet. Een Frans mansion is het. Heel vet. Maar ja, je hebt dus Team Deathmatch. En je hebt gewoon Free for All Deathmatch, FFA. En dat betekent dat Free for All is, er zijn 8 mensen. Je bent alleen. En je moet zoveel mogelijk kills maken. De eerste bij 20 kills die wint. En je krijgt een win. Dus zeg maar hierboven. Zeg maar, het telt als een win voor jou als je in de top helft zit. Dus bij de beste 4 mensen. Dus de beste 4 krijgt een win. De slechtste 4 een los. Dat is hoe het werkt. En dan heb je natuurlijk ook Team Deathmatch. En dat is 4v4. Hetzelfde, ook 8 man. En dat is dan het winnende team gewoon. En dan is voor mij de eerste bij 30 kills als ik het goed heb. Maar goed, vandaag zijn we alleen. Dus we gaan FFV gaan we doen. Dus Free for All. Gaan we een paar potjes proberen. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Ik vind het een super vette mode. Het is echt even een soort van een beetje de betere competitive nu, zeg maar. Want competitive is slecht op het moment. De normale competitive. Maar dit is zeg maar ook een mode wat meer competitive is. Ik bedoel, je wil winnen. Maar zelfs als je niet nummer 1 bent, zelfs als je nummer 2 bent of 3 bent, dan win je alsnog. Dan krijg je een win. Dus op zich is het wel vet. Maar genoeg erover, jongens. Laten we er maar in gaan. En dan gaan we kijken hoe het speelt. Oké, jongens, daar gaan we. Nou, dus dit is het. Je kan gewoon elke hero kiezen. Dus de meeste mensen kiezen, hoe heet het, offensive heroes. En ik denk dat ik goede oude Doomfist ga nemen. Ik denk dat het wel een goede is. En ik heb deze skin op de PTR. Dat is de Painted, heet je volgens mij? Painted, best wel vet. En dan ga ik gewoon even laten zien hoe het gaat. En er zijn trouwens ook andere changes. Er zijn ook 4 hero bus, maar daar gaan we nog wel over, hè, later. Maar goed, dit is dus de map. Het is dus helemaal niet symmetrisch. De eerste non-symmetrical map. En zoals je kan zien, je hebt nu een compleet nieuwe scoreboard. Dus je hebt hier, kan je iedereen zien. Je weet nog niet wie iedereen is. En je moet gewoon mensen zoeken. Dus kijk, oh, daar hebben mensen. Oh, die pleurde net neer. Oké, en dan moet je gewoon proberen te killen. Dus daar hebben we rood ook. Dat is een van de gebuffte mensen. Oh, ik heb passen. Ik kan niet in die Junkrat komen, want Junkrat is een van de gebuffte. Dat is ook een van de gebuffte characters. Dammit. Junkrat, Roadhog, Widow en Orisa. Dat zijn de gebuffte characters. Dus wat Roadhog nu heeft is, als hij dus een E doet, dan kan hij blijven lopen en krijgt hij veel minder damage. Dus ja, je kan trouwens op spatie klikken om, sneller te respawnen. Dus het is compleet anders. Je spant ook random op de map, het is compleet anders waar je gewend bent. Maar ja, ik denk het beste uitleg is gewoon ernaar kijken. En je hebt ook jump pads. Van deze hele kleine jump pads heb je. Hallo turret. Gezellig. Waar gaat ding heen? Gaat hier heen? Dammit, turret komt niet in de muur aan. Dus ja, en je hebt enorm veel verschillende lagen hier. Nee. Dus dat is wel irritant. Heel erg veel heb je hier ook killsteal. Want daarbij heb je iemand bezig, is die low. Komt er een ander in, omdat het dus free for all is. En die, heb ik hem? Oh, net niet. Kijk, ik kan misschien wel even laten zien zo. Oh. Ja, nee, ik wou net zeggen, ult en dan ook nog een andere doofus. Wat ik wil zeggen is dat hij is nu, als hij eenmaal zijn E gebruikt, is hij zo sterk, Roto. Dat is ongelooflijk. Maar goed. Ik heb nog niet echt een character gevonden die super goed hierin is. Ik weet wel dat bijvoorbeeld, goddammit. Oh, dat was een killsteal, zoals je kan zien. Ik was heel low. Ik had hem heel low. En dan was het, Oké, dan gaan we even meteoren. Kom op. Nee, niet weer. Niet weer. Kom op. Kom op. Oh, hallo. Ja, dat is van. Jesus Christ. Gaat niet echt lekker nog tot nu toe. En je kan dus ook niet zien wat je hele dingen zijn. Nou, jongens, ik sta helemaal onderaan, zoals je kan zien. Het gaat goed. Maar we zullen wel zien hoe het voor de rest gaat. Dus, Doomfist vind ik wel een van de leukste characters die te doen. Er zijn heel veel. Oh, nope. Er zijn heel veel tanks.
Hier ook een offensive, natuurlijk offensive. Maar ook gewoon tanks zie je wel zijn. Tenminste, Roadhog. Dat is een beetje hoe het is. Kan Roadhog niet makkelijk. Wat? Nee, ik word constant wordt gekillsteeld van me. Dat is echt irritant. Holy crap. Constant heb ik bijna iemand en dan noep. Wordt hij van me, vlak voor mijn neus wordt hij door iemand anders gekillt. Nou, dat is leuk. Oké. Okay. There we go. We hebben er een. Oké. Nee, dat ging niet meer worden. Nope. Ik heb bijna mijn ult en dan ga ik denk ik switchen. Want je kan gewoon switchen, maar dat kan je alleen doen als je dood bent. Dus je kan niet op H klikken zo. Ik bedoel van, ja, hoezo zou je ter plekke in één keer kunnen switchen? Dat zou lame zijn. Come on. Yes. Oké, okay, there we go. Okay. Oh, hallo. Eens kijken hier. Hey, Tor. In de hal. Moet oppassen. Want ja, Junkrat zijn ding is dus ook helemaal anders nu. Zijn ult. Nee, anders. Het is nu veel meer mobile. Yes. Ik weet niet waar die is. Waar is die heen? Oh, daar gaat van alles heen. Gaat een fat piggy. Oh, Jesus. Oké, dat werkt dus ook zo. Hebben we het wel. Nope. Dammit! Ah, man, dat is nu al de derde ult van Roadhog dat ik in mijn gezicht krijg. Wauw. Oké, okay, we staan nu nummer 4, dus we staan nu in de binnende helft, dus dat is nice. Dus even een oog. Even een rough begin. Oh. Oké, okay. Sure. Die turret, die ding. Ah ja, je krijgt ook af en toe van die hoe heet het, heads-ups om nog 10 dingen te gaan. En dat is dus een rood, ik is nu lekker bezig. Maar ja, ik ga nog één leven denk ik doen met Doomfist en dan gaan we door naar... Oké. Okay. Ik kan niet eens... Ja, ik wou zeggen. Oké, okay, nou, dat was het waard. Oké, okay, we gaan nu door naar Reaper, want Reaper... Heb ik dus een paar keer mee gedaan en die gaat redelijk goed. Want ik bedoel, je kan daar. Als je niet mis, kan je daar best wel veel mee doen. Je kan gewoon makkelijk ontsnappen ook en zo. Dus op zich, weer een ult. Nope. Oké, okay. Dus kijk, het gaat best wel lekker. Reaper is beter hier. Maar kijk, ik ga even Reaper 3 kills. Nou. Oké, okay, het gaat meestal niet zo goed, maar. Je kan duidelijk zien dat Reaper beter gaat dan. Doomfist. Net toen ik dat zei, was ik dood. Oké, nou, we gaan verder. Oké. Okay. Het mooie is, ik kan. Oh. Ik kan dus zeg maar. Nee. Oh jee. Komt iemand achter me aan? Ja. Want ik kan ook healen met die dingen nu. Omdat Reaper heeft nu een lifesteal-achtig effect. Ik weet niet precies hoe het is. Ja, het punt is. Ze kan healing pakken als ze wil. Ja, there we go. Jesus, oké. Okay. Thanks voor die lag in één keer. Wat de hel was dat? En het is voorbij nu ik dood ben. Wat is. Oh Jesus, hallo. Dat is een hanjo. Ah, zo so close. Oké, okay, hopelijk jongens, dit is even een trucje. Ah, iemand had hem al. Damn it. Nee, nope. Ik landde letterlijk in een trap van een Junkrat. Wauw, perfect geplaced ook. Oké, okay, nog steeds 4. Ik ga voor de roto. Oh, never mind. Ik ga voor de Junkrat dan. Want Junkrat is low, dus dat was een killsteal van mijn kant. Ah, nice. Nice redklik, dorp. Oké, okay. Dus zoals je kan zien, nu 7, of ik zit op 9 bedoel ik. 14 deaths al, ik ben nog niet vaak gestoten gegaan. Oké, okay. Nee, dit is zeg maar de hole van de... Oeh, 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 kom op. There we go. Oké, okay, nu heb ik mijn ult. Mijn ult is ook heel goed hier. Klopt, ik kan gewoon... Moet je kijken hier, zie je hem lopen? Met zijn dingen? Ah, hij gaat niet veel doen hier. Als de hoek in ieder geval... Oh, hij had zijn hoek dus niet. Dus, en dat was het. Maar goed, dat was interessant. Ik had echt zo verwacht dat dood te gaan. Oké, okay, nog steeds nummer 4. Ja, oh, daar ben je. Dammit, nou, ik kan het ook niet pakken. Ja. Ah, dammit. Hij loopt nog best snel met die ult. Serieus, de ult van Roadhog. Hoe vaak ik die van die heb gezien deze match is ongelooflijk. Ik sta nu op nummer 3. Hoeveel Rotox zijn er? Even serieus. Er zijn maar 2 Rotox. Volgens mij heb ik elke ult tegen me gehad. Wauw. Oh. Oh, Jesus. Nee, 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 nee. Dit gaat niet worden. Oké, okay, ik ga je sowieso dood. Ja. Ah, shit. Nee. Ah.
Oh ja. Wat? Heb ik? Ja, heb ik hem. Ik weet niet of ik hem had. Oeh, die heb ik wel. Oké, die had ik dus niet, die ene. Hallo. Missen ook? Nee, jammer. Ik hoop dat ze ook zou missen. Want het mooie is, als ik dus tegen een rood op ga, dan kan ik me helemaal loslaten op hem. En dan heal ik hem superveel. Zo so close. Oké, ik mis alles. Nope, dat ging ik niet doen. Ik was ult en hij had er een health pack constant, waarbij ik niet veel kon doen, helaas. Oké, nou, de nummer 1 moet over nummer 3 kills en dan is het klaar. Dus laten we kijken wat ik kan doen met... Yes, hij mist. Oké. Oh, wat? Hoe de hel heb ik daar gehackt? Zat hij daar nog steeds? Oh, good. Ja, die ging even lekker. Gaan we even ulten. Kom hier, Tracy. Ja, als ze lekker even wil stoppen. Ik weet niet waarom ik dat heb. Met Overwatch. Oké. Okay. Nou, hands up. Oh, come on. Dat was zoveel hit raak. Dammit. Ah, en dat was... Oh nee, was ik niet te veel? Ik weet trouwens wel dat als je jezelf vermoordt, dus zeg maar je springt ergens vanaf of je krijgt een environmental kill, zonder dat het wordt gezegd dat het van iemand anders is gedaan, dan gaat er één van je scoren af. Oké, dat is smoke. Oh, jee. Oké. Daar kan ik echt niet veel doen daar. Dus ja, je kan hier met Hanzo, als je een goede draak kan plaatsen, kan je best veel doen, denk ik. Hij ziet me niet. Ah, jammer. Oké. Maar jongens, we zijn derde geëindigd met 15 kills. Op zich niet verkeerd, maar heel veel deaths en... Een stukje Doomfist was niet echt geweldig, maar ja, dan kan je een beetje zien hoe het in elkaar zit. Dus heel vet. Maar ja, ik wil het nog een keer spelen met een keer een van de heroes die dus veranderd is. Ik denk dat ik als Junkrat ga. Volgend potje. Oké, jongens, daar zijn we weer. Tweede potje. Het is voor mij iets later, want ik moest eten na het vorige potje en er komt nog iets anders tussen. Maar ik had jullie twee potjes beloofd, dus ik ga jullie een tweede potje geven. En we gaan als Junkie dus. Oké, ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben niet echt super geweldig geweest met Junkrat tot nu toe. Het is meestal gewoon, ja, ik denk een keer of twee, maar ben ik echt in de top 4 gekomen met Junkrat. En ik heb nu zo'n 4-5 keer gespeeld. Dus het kan beter. Maar we gaan kijken hoe ver we nu komen met dit potje. Dus laten we zien. Ik hoor al van alles. Hier beneden. Dus iets wat ook voor moet doen is gewoon traps neersmijten overal. Want dat werkte dus vorige dingen heel goed. Maar goed, we hebben dus twee mines. Dat is heel nice. We kunnen dus twee mines smijten als we zouden willen. Kijken. There we go. Oh, yay. Ik had de kill op de Junkrat gezien. Ik weet niet waar. Wow, hallo, sniper. Dan vlieg ik op. Wow, wat? Oh, Jesus, ik had er. Ik had een sniper. Dat was gewoon een luck shot, maar dat was super nice. Wow. En dan ontsnappen. Dat was nice. Ze zat gewoon helemaal op te aimen. Ze zag waarschijnlijk niet dat er een bom aankwam of zo. Dat was in ieder geval een interessante kill. Oké. Okay. Goed, we zitten nu op de nummer 4. Oké, okay, kan ik hier door? Net niet. Ja, met, ik heb geen nieuwe dingen. Oké, hallo. Oh, wat elkaar. Wauw, wat elkaar. De rocket en de mine. En er zat ook een sniper voor op me. Dat is ook nieuw. Oh, hallo. Ah, shit. Yep. Ik leef nog. Ik weet niet hoe. Ik weet niet waar ze zit. Daar is ze. Dammit, ik had er één keer raak. Helaas had ik twee moeten doen om te killen. Ja. Junkrat tegen Ferris is nog steeds niet echt een hele chille mashup. Maar goed. Oh. Nope. Oh, oké. Okay. Dammit. Oh, ik kreeg wel damage. Helaas niet dood. Maar oké, okay. Ik had in ieder geval de McCree. Dat was één ding. Maar goed, zoals je kan zien, je bent meestal echt met een... Jesus Christ. Je bent met een battle bezig. En dan is het van, oké, okay, je wint de battle. Dan ben je als goed is injured. En dan komt er een nieuwe bij en die kills je dan. Dat is meestal hoe je hier doodgaat. Tenzij je gewoon je match verliest, je 1 op 1. Oh, wie zit dingen? Oké, we zijn allebei dood. Touché. En als het goed is, ik weet niet of je het even snel kon zien, maar er ging snel een punt bij mij en dan ging een punt af. Ik weet niet of je het hier kan zien. Laten we eens kijken. Dus ik heb 4. 3 en dan weer terug 4. Ja, omdat ik dood ging. Wow. Oké, okay, maar we hebben mijn ult. En dan kan ik laten zien wat er nieuw is met mijn ult. Dus wat nieuw is met mijn ult is, het gaat een heel stuk sneller. En
dacht jij? Dat is zo mooi met twee mines nu. Echt geweldig. Wat nog leuker is. Oké. Nou, leef ik nog? Ik leef nog! Woe! Jesus. Ja, ik kan het niet meer demonstreren daar, maar ik moest even snel die Hanzo killen. Maar ja, je gaat een stuk sneller en je kan veel meer doen. Dus je kan gewoon vliegen door de lucht. Je kan... Oh, oppassen. Ik weet niet waar je zit. Je kan letterlijk gewoon de lucht in vliegen. Oh, er zit geen gat. Ah, je smaakt. Dammit, we hebben een tweede mine. Nee, dammit. Net de tafel aan. Jammer. Jammer, jammer, jammer. We zijn trouwens maar twee behind met de nummer 1. Kill steal. Oh, hallo, hallo. Laat me komen. Oké. Okay. Ik weet niet waar die heen is. Is hij nog hier? Oh, dat was een... Wat? Wacht, dan moet ik even zien. Heb je daar gewoon een direct zicht op? Oh, oké. Okay, ja. Dan, geloof ik het wel. Graaf jij. Dammit. Oh nee, een andere Macri. Wacht, hoeveel Macri's zijn er? 2, hè? Ja, nummer 1 is ook een Macri. We moeten nog 10. En ik zit op 7. Oké. Okay. En dat is ook een tijdlimiet. Ik denk dat het 10 minuten was. Tenminste, ik neem aan dat ik nog geen 8 minuten bezig ben. Wegwezen. Goddammit, nee, de mine! No! Wacht, nee, wat? Huh? Ah. Die zag ik dus volledig niet. Die was helemaal niet aangeladen voor mij. Wow, oh, Jesus, wat. Oké. Okay. Wat? Oké, okay, wacht tot ze er is. Dammit. Yes! Oh, dat was nice. Dat was even een mooie 1v1 daar. Jesus, waarom zit er constant echt een Hans of iets bij me? Nice. Oh, die was me dood. Oh, had ik die mee? Nee. Oh! Oh my god! Oh, hallo. Widow. Shit, ik heb geen nieuwe mine. Jesus, dat was even netjes. Oh my god. Ik wist dus niet waar het was. Ik wist niet of het... Oké. Okay. Ja, ik wist dus niet waar die precies vandaan kwam. Dat was echt eventjes insane. Oké, okay, wauw. Oké, okay, maar nu heb ik mijn ult weer. Dus ik ga even hier om het hoekje staan. Hopelijk zit ik een beetje veilig. En dan gaan we doen. Dus wat ik nu kan doen is, je kan nu veel makkelijker vliegen over muren. Dus je kan gewoon alle muren hebben. Je kan gewoon constant alle over. Je kan ook hangen op sommige plekken. Oké, okay, die was bijna bij me. Hallo, Widow. There you go. Oké. Okay. Oh. Nee. Oh jee, nee, dat is niet goed. Hallo, je ziet... Nou, dammit. Oké, okay. Nog 5 voor dingen. Nog 8 voor mij. Nummer 3. Het gaat decent, maar het gaat niet verkeerd. Het gaat inderdaad best goed. Met Junkrat nog. Oké, okay. Oh. Oké, okay, achter me ook dus. Ja. Dat is soms irritant. Als ze in een duel zitten en dan spring je er ineens tussenin. Oh nee, nee! Damn it! Nee, dan verlies ik het punt. Shit. En ja, assist. Hoeveel assists heb ik trouwens al? 2 nog maar, oké. Okay. Assists, dat zijn praktisch je kill steals. Oké, okay, kom op, meer. Schiet hem dan. Oké, okay. Nee! No! Wacht, wie? Wie had die? Oh, de fair. Ik wou dat zeggen. Dammit, oké. Okay. Nu ben ik ineens nummer 5. Dat betekent dat ik in de losing dingen nu ben. Dammit, dat was niet. Kill, geen kill. Oh. Nee, nee. Nee, come on. Oh. Voor steeds er 2 man. Not fair. Ah, dat was het. Ah, ik ben 60 eindigd. Jammer. Dus ja, dit gebeurt heel vaak. Dan gaat het even lekker en dan is het gewoon op een gegeven moment ben je helemaal weg. En dan krijg je dus dit. Oké, okay, jongens, dat is dus Team Deathmatch. Ik vind het super vet. Ik vind het echt nice. Ik wil dus echt wat meer hier oefenen. Dit is een hele goede mode om in te oefenen. Beter te worden met heroes. Dus ja, jongens, zeg wat jullie ervan vinden. En dan denk ik dat ik misschien wel meer hierover ga doen. Misschien sowieso als het echt uit is. Want nu is het nog op de PTR. Dus als je op de console zit, kan je helaas niet meedoen met dit. Maar, hoe heet het? Dan moet je een paar weken wachten, neem ik aan. En dan is het er. Dus ja, jongens, dan zeg ik bye bye. Bedankt voor het kijken. Vergeet het ook nog gelijk achter te laten. En hopelijk tot de volgende video. Bye bye.